door heel veel Spaanse media altijd bekritiseerd. Want hij woont nu al wat heel erg lekker doelpunt. Kijk je op zijn logo met een twee tikken. Ja, dat doe je natuurlijk omdat je weet dat al. Is dit buitenspel? Nee. Blanti, ja. Hij liep te schuin. Je ziet al van verre aankomen dat Blank dat gaat halen. De kant van Willem II. Daniel via Gullit. Kante, Vieira. Tot middenveld. Komt die bal uiteindelijk direct. Dit moet de goal zijn. Dit is geen goal. Komt Groningen ontzettend goed weg. Absalon komt ontzettend goed weg. Goed gepakt. Wordt volgetackeld door Ferdinand. En dit is eigenlijk wel heel slim. Ja, Absalon lacht erom. En Daniel denkt, joh, het is goed met je. Ik trap hem gewoon neer. En dan in ieder geval geen tegendoelpunt. Het is gewoon een technisch gevalletje van... En die komt hij al de 3-3, ja, komt hij natuurlijk. Ja. Lekker hoor. 3-3, wat een pot joh. Misschien Daniel... Van Kante. Oei. Ja, donkerrood hoor. Dit is donkerrood. Dit moet al donkerrood zijn. Kan het niet anders? Tuurlijk. Ja. Hartstikke doorgebroken die speler. Spelen mensen dat je echt wel, als je goed gaat ronddraaien met die spelers... Wie en die Berbers mooi indraaien. Keepers reactie ook. Ja, Daniel is heel gefrustreerd, want die heeft een aantal hele grote kansen gehad op de 1-3. En dan ga je toch... zeggen, dat doet hij inderdaad, voordeel gegeven. De laatste kans, gaat hij hem voorgeven of op balbezit spelen. Probeer de balbezit te spelen, maar Wolta wel uiteindelijk onderschept. We hebben nog een laatste kans, ook hier. Ik heb ooit een keer een video gemaakt over Willem II en toen kreeg ik alleen maar nee, niet die kut kruiken. En het waren allemaal mensen met een nakken en bleem. Dus er is echt een strijd hier tussen. En Daniel lijkt een beetje gefrustreerd. Worden. Bijna elke aanval is dan toch wel kansrijk. Rio Ferdinand, wat een lekker geplaatst doelpunt. Ja, dat hij er al lang en breed klaar mee is. Het handje wordt geschud zonder te kijken. Huppakee. Dit zijn geen vrienden hoor, dit. De leeuw. Dat zag ik nou wel forceren, maar is het een wedstrijd waarin bij de gasten... risico's gaan nemen om die overwinning te nemen? Nee, ik denk dat ze gewoon allebei nog een keertje willen laten zien. Het is inderdaad best echt nog lang niet van gewonnen. 100% zeker weten. Het is de zoveelste rode kaart voor Ramos en de zoveelste rode kaart voor Daniel Kuipers. En er wordt zelfs even geklapt. Dus dat hebben een mooie combinatie. Daniel en Ravic. Goed weggetikt. Dus de bal blijft binnen. Ja, lekker voor Mitchell. En dan is het Mitchell dat weer... Je ziet het nu aankomen. Dit is de tweede gele, toch? Maar goed, wat is dit dan, Milo? Waar zitten we nou nog naar te kijken dan? Ja, hakkenzagen. Dit is hakkenzagen. Maar er is helemaal niks aan de hand. Is dat strijd? Toch? Ja, tuurlijk. Ja, nee. Ja, je kwam zelfs bij een voorsprong, inderdaad. En ook... Zowel bij... Dit is weer een tackle. Ja, hoppa. Ik wou zeggen, zelfs bij 1-1 en... Ook direct. Dit belooft nog wat. Ja, als je zo doorgaat, dan... Je laat zich niet van de wijs brengen, hij weet ook, ja. Nee, ja, dat is wel de kunst inderdaad. Dat je nu niet denkt van, waar speel ik tegen? Wat gebeurt hier allemaal? Blijf je toch gewoon niet... Kijk, hier weer een tackle. Ja, dit kan wel weer stellen voor onderrode kaartje, dit slaat nergens op. Nog een geel kaartje. Dit is echt gênant, hoor, Milo. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Emotieloos. Zo lijkt het. Maar goed, die vent die kookt dus blijkbaar van binnen. Nee, hij heeft gewoon zoveel rode kaarten dat hij geen verdediging meer over heeft. Natuurlijk. 6-1. Dat doelsaldo, dat loopt langzaam op. Ja, maar dat ondertussen telefoontje nog een keer bij. Tuurlijk, lekker hoor. Kijk, voor Mitchell is het lekker. Kijk, hij lacht ook. Mitchell kijkt naar de camera, die denkt mensen thuis. Ik wat ik moet doen. Maar hij gaat nu op doelsaldo in elk geval langs Roda en Twente. Dus komt hij in punten gelijk na deze speelronde of hierna, dan gaat hij ze wel voor. Ja, überhaupt de 6-1 natuurlijk tegen wie dan ook. Ja, meenemen. Hier komt hij weer een kaartje aan misschien als je mij vraagt. God. Kijk. Nou, ik denk nu ondertussen eigenlijk, Daniel is natuurlijk gewoon erop uit om deze wedstrijd te laten staken. Zou het een bewuste keuze zijn, denk je? Vreselijk goed FIFA, hè? Dat is echt bizar. Maar dit sloeg ook helemaal nergens op. Hij zat echt goed in de wedstrijd. Nee, hier komt hij. Dat is hem hoor, met geel. Dit is hem. Meen je dit nou echt? Kijk, weglopen, hij lacht. Stil. Ja, dit is echt wel heel bizar. Ik mag aan dat hier gewoon een 1-10 uitslag komt, want 0-3 zou natuurlijk voor Daniel een voordeel zijn. Ik kan niet alleen om lachen. Fans, wat vinden jullie van, jongens? Ik vind Boden niet zo lekker. Traoré, balrol, goed getimed, afleggen nu. Tuurlijk! Tuurlijk!